Hoi Simmers, welkom bij een nieuwe video. De videoserie waarbij we elke kamer één tegel groter maken. En dit keer is het de beurt aan een kamer van 6 tegels. Dus laten we gewoon maar meteen, hoppatee. Ik denk gewoon dat we het simpel zo doen. Want we kunnen op zich ook nog wel een beetje spelen met een gekke vorm. Dat ik bijvoorbeeld zeg, ik doe het zo. Nou ga ik twijfelen. Ja, ik weet niet. Dit wordt een beetje krappig, hè? Want dan zit je met een gek hoekje. Nee, we pakken gewoon de normale 6-vorm. En er was dus een suggestie achtergelaten om er een kast van te maken. Een kledingkast. Het is wel een beetje een ding. We hebben natuurlijk 1 tegel in kast. Nou, dan hebben we een douchehok. Dus een soort van deel van de badkamer. Dan hebben we een voorraadkast. Dan hebben we dan de wc. Dan hebben we waarom is hier een ding verdwenen? Die moet ik even gaan nachecken in de vorige video. Want volgens mij stond er gewoon eentje naast. Dat gaan we nog even nalopen. Een washok, ook weer een soort van kast. En nu gaan we dus een inloopkledingkast maken. Ik zou wel graag bij kamer 7, kamer 8 of 9 een beetje de gang gaan willen maken. Dat je zeg maar het huis inkomt. Dus onthoud die voor een toekomstige suggestie. De kledingkast dus. Weet je, ik pak gewoon. We hadden natuurlijk voor de tienerkamer hadden we deze kast. Dit kopiëren we gewoon even. Hoppatee. En dan pak ik ook die vloer. Dat vind ik wel een slim idee van mezelf. Beetje eenheid in het huis, hè? En zullen we dan ook maar gewoon diezelfde lamp pakken? Nou, weet ik niet. Wacht, dit is echt een kastlamp, hè? En deze kledingkast, daar kan je naar binnen lopen. Dus wat voor lamp hebben we nog meer? Misschien is dit wel een toffe om erin te hebben dan. Waar is mijn kamer? Hier is mijn kamer. Zo. Maar wat ik wel wil, is die opening. Ik wil niet dat het een kledingkast is met een dichte deur. Nee, dat je er gewoon hoppatee zo in kan lopen. Oké, de basis staat. We hebben dus de muren, het aantal tegels, we hebben verlichting, muurpatroon, vloerpatroon en hoe je binnen kunt komen. Nou, kledingkast. Dan moet ik meteen denken aan een inloopkledingkast dan. Dat ik sowieso een spiegel wil hebben. Dus we gaan even naar decoraties. En nou kunnen we natuurlijk heel cliché voor dit soort spiegels gaan. Dit heeft ook wel wat. En dan maakt de kamer, lijkt dan meteen groter. Daar kunnen we voor gaan. We kunnen ook gewoon voor een wat unieker item gaan. Vind ik ook tof. Die is te hoog. Dat werkt niet. Dit is natuurlijk gewoon één los stuk. En daar komen ook allerlei verschillende spiegels voor. Ja, dit is meer voor een kinderkamer of zo. Hè? Ja, er zijn heel veel opties. Dus ik denk dat we eerst toch maar even naar de stoelen gaan. En de kasten. Ik wil uiteraard zo'n cliché stoel waar je dan je kleren op dumpt. Dus dat vinden we hier dan uiteindelijk. Als ik nu zo kijk, om dan misschien toch eerst bij de kasten te gaan beginnen. Ook een beetje zelf te gaan spelen met kasten maken. Dat hebben we hier natuurlijk ook al gedaan. In deze ruimte. Dus misschien is het wel leuk om diezelfde kleurswatch mee over te nemen. En dan moet ik even dat ding. Kijk, deze heeft dat rekje. Dat we die eronder hangen. Zal ik gewoon eentje doen? Dat vind ik wel een idee. En dat we aan de andere kant. Oh, daar zitten ook rekken in. Oh, dat is goed. Dat is heel goed. Dan moeten we alleen hier nog iets tussen. Iets met laadjes. Hebben we er toch ook eentje met laadjes? Echt die kast een beetje te variëren. Oké, die. Allemaal dezelfde kleur. En dan daar deze, de laadjes. Oh, komen die niet ook met de witte? Oké, de volgorde daar is anders. Nou, dit is toch enig? Zetten we hier ook wat schoentjes neer. En dan doen we, denk ik niet de hele muur die spiegel die ik als eerste had. Ik denk dat ik dan gewoon zo'n smaakvolle spiegel hier ophang. Een beetje links midden. Dat we in deze hoek dan een stoel neerzetten. En dat we dan voor de rest nog even gaan kijken bij decoratie en zo. Hoe we de kamer verder kunnen aankleden. Maar de kledingkast staat al. Nou moet ik alleen altijd even bedenken. Ik doe wel gewoon alles weergeven. We gaan naar interieur designer. Want ik weet nooit waar, uit mijn hoofd waar ik die kledingstukken kan vinden. En we hebben hier schoenen. Casual kicks. Vergeet de sneakers niet. Kijk, ik zoek hier de klassieke pumps. Zo. Nou, ik denk dat nu al, aangezien het huis. We hebben natuurlijk een tienerkamer, dus ik heb een beetje de vibe van dat we natuurlijk een huis voor een gezin gaan maken. Je kan nu al zien dat die moeder de kledingkast heeft overgenomen. Want er staan alleen maar vrouwenschoenen. En hier zijn de kleding. We hebben de chique suites hangvoorziening. Hier zitten ook wat mannendingen bij. Dan hebben we de professionele fashionista hangvoorziening. Kijk, hier zitten de vrouwendingen bij. Oké, dan doen we de vrouwendingen bij die. En dan doen we de mannendingen. Draai eens om. Ja, zo, bij die. Maar dan wil ik wel even een andere kleur. Ja, paars. En hier ook paars. Moet toch wel een beetje een Kim Pulse stempel zo
paars hoptee. Kun je hier trouwens schoenen op zetten? Als ik nou even schoenen van die mannen pak. Oh, dat kan gewoon. Oh, wat goed. Nou, heeft die man toch ook schoenen in de kast? Dan denk ik dat we daar dat doosje doen. Zo'n doosje waarvan je eigenlijk van alles erin zou kunnen hebben zitten. Weet je dat zacht roze-wittig? Oh, deze lamp is ook van... wacht, die gaan we dan ook paars maken, hè? Meer bruinig. Of roze. Zo, deze lamp is ook van interieur designer. Ja, we laten het filter van het pakket los. Dan gaan we eventjes naar decoraties. En dan niet muurdecoraties. Rommel. Ik weet namelijk dat er ook zo'n stapel handdoeken is. En er is zo'n stapel overhemden. En vooral die stapel overhemden wil ik even hebben. Want die kan dan heel mooi daar. Kijk, hier. Deze zocht ik. Hier ook met paars. En dan doen we die met de blauwe een beetje erbij. Zo. En dan zit nog een deel van de kleding zit daarin. Het is wel heel weinig kleding. Ik denk dat als ik dan eenmaal de slaapkamer ga maken, dat ik daar nog zo'n klassieke kledingkast, die we zeg maar hier de opbergruimte, dat ik in de slaapkamer... Oh, hier vind je die dingen dus, de kledingstukken. Maar dat ik in de slaapkamer nog een extra kledingkast neerzet. Maar dat hier misschien de wat... luxere kleding hangt. Voor meer de avondjes uit. De zakenkleding. En dat dan in de slaapkamer gewoon zo'n kledingkast komt te staan. Met hun reguliere alledaagse casual kleding of zoiets. Kast staat. Dan wil ik een stoel. Dan moet ik naar comfort. Ja, wat voor stoel gaan we hier neerzetten? Een beetje kijken naar het huis. Ja, het is... Ik zie de stijl, zeg maar. Oh, hier hebben we ook wel die bloesjes. Ik zie zeg maar een beetje zelf wat huis. Ik vind dat het lastig om te omschrijven. Maar ik moet dus niet te vintage of te modern. Een beetje tussenin. Zo'n stoel zou leuk zijn. Je hebt die ook met een kussentje. Dat is ook wel tof. Als ik die hier nou eens neerzetten. En... eventjes naar de kleurtjes. Oeh. Ja, en de pootjes zijn donkerbruin. De kast is donkerbruin. Ik ga niet eens meer verder kijken. Dat wordt hem. Klein tafeltje erbij. Vind ik persoonlijk de salontafels altijd best wel groot. Of we zetten zo'n poefje neer. Ook in paars. Ja, top. Die doen we. En dan zetten we er zo'n dienblad bovenop. Moet ik weer terug naar decoraties. Ja, ik zie hier wel harmonieuze zalfjes en oliën. Ik had eigenlijk een ander dienblad in mijn hoofd. Maar aangezien dit een kledingkast is, vind ik dit eigenlijk ook wel geschikt. Dan lijkt het zogenaamd parfum. Of nog even een dagcremmetje of zo. Ja, die doen we. En dan doen we dus... Ik ga snel met deze kamer. Maar dan wil ik hier eigenlijk wel een hele toffe spiegel hebben. Alleen het lastige is dat ik niet de ruimte al te veel wil blokkeren. Dit is bijvoorbeeld een hele toffe spiegel. Die heeft ook aan de onderkant dat het zo schuin is dat je ook je schoenen goed kan zien. Ik wil kleurtje kijken. Kijk, die komt ook met bruin. Dus dit is een idee. Blokkeert de ruimte niet al te veel. Dus ik parkeer je even hier. We onthouden jou. De andere spiegel die ik net ook in mijn hand had, is deze. Die vind ik dus ook heel tof. Kijk, die komt ook gewoon met een kleur die goed matcht. En die waarschijnlijk ook, ja. Ja, ik vind deze toch karakteristieker dan deze. Want dit is meer zo'n kledingwinkel, schoenenwinkel, spiegel. En dit is wat vintage. Ik denk gewoon dat de kamer zo goed als klaar is. We zijn er echt heel snel doorheen gegaan. We kunnen hier nog wat aan de muur doen. Maar ja, laten we gewoon even kijken bij muurdecoraties. Wat voor leuke dingetjes we tegenkomen. Misschien zo'n modeposter of zo. Kunnen we dus ook nog eventjes kijken bij de posters en schilderijen. Want ik zit nu natuurlijk gewoon bij muurdecoratie. Maar bij posters en schilderijen heb je ook van die fancy modefoto's. Outfitfoto's. Een schort aan de muur. Nee, dat is wel leuk als we de keuken gaan doen. Die moet ik onthouden. Is die nieuw? Ik herken deze helemaal niet. Die is waarschijnlijk nieuw. Die kunnen we ook nog ophangen. Maar die kunnen we ook in de gang ophangen. Ja, ik zie niet iets bij de muurdecoraties. We gaan gewoon even kijken bij posters en schilderijen. Kijk, dit soort dingen bijvoorbeeld. Dit is toch top voor deze kamer. Ik zou wel eentje willen verkleinen dan. Fancy jurk. Ja, misschien iets lager. Ik vind dat echt een toffe poster. Ik gebruik die zo goed als nooit. Hij zit dus aan het werk. Maar meestal als ik dingen in huis ophang, dan is het altijd met een lijstje eromheen. En eigenlijk de dingen waar geen lijstje omheen zit, echte posters, gebruik ik dan of voor tienerkamers, maar dan deze niet zo snel. Of ik heb ooit een keer zo'n soort van arcade gemaakt, waar je dus heen kon en dan kon je dansen. Je kon gamen, dat soort dingetjes. Daar heb ik ook volgens mij wat posters opgehangen. Maar ik denk dat we wel zo goed als klaar zijn. Ja, ik zou hier ook nog wat kunnen ophangen, maar dan wordt het denk ik wel een hele drukke bedoeling. Het is ook maar gewoon een kleedruimte, hè? Weet je, dit zou ik zelf eigenlijk ook willen hebben. Ik heb een hele ruime slaapkamer, dus ik heb niet een aparte kledinghok nodig. Als ik een kledinghok zou hebben, dan zou ik hier heel blij mee zijn. Gewoon in rap tempo hebben we de zeven. De zeven. Ik wou zeggen de zeven. De zes
zes tegelkamer klaar. En dan is het dus de volgende keer wel tijd voor de zeven tegelkamer. En laat dus in de reactie hieronder weer ideetjes achter. Wat gaan we doen met een zeven tegelkamer? Gaan we eindelijk beginnen aan de gang? Zodat je het huis binnenkomt? Of hebben jullie een ander idee voor de kamer? Ik wil wel langzamerhand een beetje gaan afstappen van de hokjes. We hebben nu zo'n inloopkledingkasthok. We hebben een washok. We hebben hier een voorraadkasthok. We hebben hier letterlijk gewoon ook een soort van tienerkamerkasthok. Nou ja, een badcel is ook een soort van hok. Een toilet is ook niet een hele ruime kamer. Dus ik wil langzamerhand wel meer gaan naar echt de daadwerkelijke kamers waar je met je sim meer kan doen dan alleen maar douchen of piezen of wassen. Maar vergeet niet dat we ook een keertje de gang nodig hebben. Ik wacht het af. Ik ben benieuwd naar de suggesties die jullie hebben voor de 7 tegelkamer. Dus laat het achter. Abonneer op mijn kanaal. En tot een volgende video. Doeg!